Dekmids. Vroeger in de jaren 40 grapte de mensen uit haar dorp wel eens dat mijn grootmoeder net een bus was. Ze zat immers altijd vol met kinderen. Zelfs kon ze daar niet echt om lachen. Het was voor haar geen pretje om chronisch zwanger te zijn. En mijn andere oma zei altijd dat ze zelf liever geen kinderen had gehad, maar dat daar in haar tijd helaas nog geen pillen voor waren. Nou, die pillen hebben we tegenwoordig wel, sterker nog. De moderne anticonceptie is zoveel zeig dat je door de spiraaltjes het woud niet meer ziet. Ze is helaas niet voor iedereen bereikbaar. De pil werd vanaf de jaren 70 weliswaar vergoed vanuit het basispakket, maar dat feest was in 2011, dankzij toenmalig minister van Volksgezondheid Ap Klink alweer voorbij, want volgens hem was er geen medische noodzaak voor het gebruik van de pil. Interessant argument. Medische noodzaak. Dat ergens geen medische noodzaak voor is, wil natuurlijk niet zeggen... dat er dan ook geen maatschappelijke of humane noodzaak voor is. Daar stond minister Klink in der tijd gemakshalve even niet bij stil... en de huidige Tweede Kamer blijkbaar ook niet. Want afgelopen jaar diende PvdA-Kamerlid Liliane Plaumen... een motie in over het weer opnemen van anticonceptie in het basispakket. De meerderheid van de Kamer... Stemde tegen en dus werd afgelopen vrijdag. Op Valentijnsdag de Nederlandse staat gedagvaard door onder meer bureau Clara Wigman en de Goede Zaak om anticonceptie weer gratis te maken. Dat is natuurlijk een prima actie, he? allereerst vanuit het principe dat geboortebeperking van nationaal belang is. Maar het is ook handig omdat anticonceptie de staat op de lange termijn enorm veel geld scheelt. Stel je eens voor wat er zou gebeuren als iedereen aan de lopende band maar per ongeluk baby's kreeg. Weet je hoeveel kinderbijslag? Extra vestigingen van bureau halt, studiefinanciering en AOW dat op de lange termijn kost. Maar er zit nog iets veel bitterders aan de noodzaak van het gratis maken van anticonceptie. Uit recent onderzoek bleek namelijk dat 8% van de Nederlandse vrouwen uit de armoede. zichzelf ervan weerhoudt om zich te beschermen tegen een ongewenste zwangerschap. Een ander onderzoek wees ook nog eens uit dat slechts 2% van de mannen meebetaalt aan voorbehoedsmiddelen. Nou, met deze kennis in het achterhoofd, is er voor de overheid dus ook nog een andere uitweg mogelijk in deze kwestie. Want als je wilt dat vrouwen over de middelen beschikken om hun eigen pil of spiraaltje te betalen, dan kan je ook gewoon zorgen dat ze evenveel verdienen als mannen. Want de huidige inkomenskloof is door diezelfde Tweede Kamer nog steeds niet effectief Aangepakt. Met andere woorden, de Kamer heeft de luxe van meerdere oplossingen. Ze kan of anticonceptie gratis maken, of zorgen dat vrouwen genoeg verdienen om haar uit eigen zak aan te schaffen. Er zijn dus twee opties. Wat een fijn gevoel, het Tweede Kamer, wanneer je opties hebt. En dat zou je die 8% vrouwen die zich nu geen pil kunnen permitteren, eigenlijk ook wel gunnen, toch?